De financiële regelingen voor de rechterlijke macht, de regering en de Nationale Assemblée zijn na intensieve discussies en verschillende aanpassingen goedgekeurd. De wetten kregen 28 stemmen voor en 12 tegen, afkomstig van de NDP-fractie. De BEP stemde voor omdat op het laatste moment enkele principiële zaken werden aangepast. Hoewel de NPS-fractie nog wijzigingen wenste, stemde zij niet tegen, omdat zij met meerdere bepalingen akkoord ging. Tijdens de stemming verliet de NDP-fractie de zaal, aangezien in de Nationale Assemblée alleen voor of tegen kan worden gestemd en onthoudingen niet worden meegeteld. Aziz Kumar Gayadin, een van de initiatiefnemers van deze wetten, zegt dat met de goedkeuring van deze drie wetten de aspiraties van de samenleving tot uiting zijn gebracht. Want het is niet vanaf vandaag dat wij horen dubbele functies. Mensen die hier misschien directeuren zijn, beleidsadviseurs zijn, hier in het parlement. En soms, wanneer begrotingen goedgekeurd moeten worden, dat ze uit de zaal gaan. Voorzitter, dat soort taferelen hebben we gehad. Voorzitter, we hebben situaties gekend waarbij wij zien dat mensen hier in het parlement zitten en werkzaamheden uitvoeren voor de staat, niet alleen als ambtenaar, maar als bedrijven opzetten en voorzitter binnen ons kader van binnen het kader van onze anticorruptiewet is dat ook goed opgevangen, voorzitter, waarbij uiteindelijk de UBO, ja, men kan zich gaan verschuilen achter allerlei rechtspersonen. We hebben gezien dat hier sommige leden tegengestemd hebben omdat ze weten wat er gebeurt, voorzitter. Voorzitter, wij weten dat financiële belangen spelen, voorzitter. En daarom is het goed dat wij in staat zijn geweest om vandaag een historisch wetgeving tot stand te brengen. Met de aangenomen wetten wordt het onmogelijk voor assembleeleden om meerdere banen te combineren en gaat hun pensioenleeftijd omhoog van 55 naar 60 jaar. Rechters zullen met pensioen gaan op 70-jarige leeftijd, waarbij hun pensioen nu belast wordt. Regeringsfunctionarissen kunnen na vertrek geen staatsvoertuigen meer goedkoop overnemen en ex-ministers en assembleeleden kunnen niet langer automatisch functies zoals beleidsadviseurs vervullen. Als zij al in overheidsdienst waren, kunnen zij terugkeren naar hun oude baan zonder dubbele salarissen. Daarnaast vervalt de levenslange verzorging voor gewezen ministers, assembleeleden en hun gezinnen.